toen de opdracht binnenkwam, was er eigenlijk een probleem van opslag eigenlijk. Dus de productie was zo uitgebreid dat er eigenlijk geen opslag meer was. Dus hebben we eigenlijk een nieuw hoogstapelmagazijn gemaakt aan de overkant van de straat van de huidige productie. We werken met sandwichpanelen, dat dan lichtmateriaal is. De bouwheer wenst er ook eigenlijk van de verzekering uit een materiaal die niet brandbaar is. Dat is dan de FM4880 ijs. Die ijs vraagt eigenlijk dat het materiaal niet brandbaar is. En dus hebben we eigenlijk een paneel gezocht die eraan voldoet. En dat acetyl kwam er eigenlijk bij te kijken door de coating erop. Dat is een plastisol coating die eigenlijk een zeer stevige coating is die ook 40 jaar garantie biedt. En daarmee hebben we eigenlijk ook eigenlijk voor dat acetyl gekozen. Ja. Mooi resultaat natuurlijk. Mag gezien zijn, denk ik. We hebben al veel positieve reacties gehad ook. Dus, ja, het is een mastodont van een gebouw en het valt op een bepaalde manier op, ook via de autostrade. En als je op de autostrade rijdt, is dat echt wel een mooie poort naar de Roeselaar in de stad. Eigenlijk, ja.